En Iris en Lisa Wip, die zijn ook in jouw buurt. Dat zijn de twee geweldige rondewissers. Jullie gaan jou en die nummers 1, 2, 3 begeleiden. Defect voor nummer 3. 3 defect. 3 defect krachtsensor. Slag het vol voor nummer 3. Krachtsensor. Kom maar op, je zit lekker! Met je zin, kom maar! Kom maar, Brek! Kom maar, Brek! Goed, Jonel, veel voor, hè! Wacht! Voor Ruben! Nogmaals, zoek aan Koopmans, of vraag achter de eerste van de wedstrijd, nummer 22.
1 file. Aan de bocht gaan we barrage maken. Attentie ploegleiders, recht van de weg stoppen. Barrage maken, recht van de weg stoppen. De tweede groep laten passeren. De barrage maken graag. Het verschil te verlopen naar 30 seconden, draait 6 seconden nog.
En een nieuw timingspunt bij de rotonde. Bij de rechtsafdraai uit de rotonde. 3, 2, 1. Richting voor de commando-auto. Wedstrijd de Bulls richting de finishstraat hier in Berkendam. Dan hebben we er zometeen nog een ronde te rijden. 30 seconden. 20 vijf man lijken weg te komen. Bij de kleuren dus van Hemert, van de Hebro. Meetek ook daar gezien. En een gaatje van 10, 15 meter. Van Meetek moeten ze laten gaan. We hebben vier man van voor de groep op een meter of 20 daarachter. Dat ben je niet kwijt, jongen! Wat ben je niet kwijt? Kom op, allee! Kom maar, Robin. Allee, pak de hele club. Kom aan! Alles compleet! Meetek zit zich vooraan in de kop van de groepen te melden. Meetek meldt zich. We gaan hier uit elkaar. We gaan hier plaats maken. Meetek meldt zich voorop en altijd die jonge renner. Hier komt een hele mooie massale split. Hier komt een hele mooie massale split van de mannen die hier de kaart van het podium leiden. Dan gaan we zien wie er als eerste over mee komt. Dit is een mooie aankomst, hoor. Dit is een mooie aankomst. Meetek hier. Voor de drempel. Ja. Mooi man, we hebben gewoon. Klasse jongens. Die maakt niet uit. Nee, dat was 3. Je hebt echt fucking goed gewerkt, Jari. Hè? Dat is maar 3, hè? Een hele goede klasse, jongen. Ja, ja. Ja. Yo! Toppie! Echt top. Zoals je zei, Marcel. Hey. Marcel. Jij hebt, Michel. Je bent toch niet maandag, want dat ben ik, hè? Ja, maar dat scheelt wel maandag. En die aansprinten, dat mooie positioneren voor de nummer 1 van vandaag, was jouw zware taak. En dat is allemaal heftig, zeker na zo'n wedstrijd waar tempo beulenshoog ligt. Ja, dat was klaar, we hadden volle paar koersen. En dat viel wel even schil, maar het was wel zware koersen. Zware koers, zware omstandigheden. Lekker snel naar het podium, want dan zo meteen de klappen opvangen. Zo geweldig ging sprinten, dat je dat hier vandaag weer eens even doet. En met wat een overtuiging, dat is een mooie glimlach waard. Ja, zeker. Ik ben hier ook heel erg blij mee dat het zo lukt. En weer van zo heel ver aangaan en gewoon weer overblijven op de schep. Ik moet ook zeggen, een sterk team heeft iedereen heel ver gebracht. Ja, de ploeg was vandaag echt fantastisch. Ze hebben echt heel goed gewerkt, de hele wedstrijd. Er komt meegesprongen en die eenling nog teruggehaald. En, ja, dat is echt daar heb ik mijn overwinning ook aan te danken. Pissen naar boven, nu in de aanval op de winnaar van de derde Altena Biesbos ronde. Een overwinnaar, puur zang. Hier is Roy Eefding! Zo, nog kussen erbij. De derde Altena Biesbos ronde met een geweldig podium hier van Rabobank Altena Biesbos. Volgend jaar gaan we tekenen voor de vierde editie. Uw applaus gaat opklinken voor de nummers 1, 2 en 3. Roy Eefding, Ralf Kelens en Robbie Rennekes. Wij sluiten af met een Brabantse houdoe. En als je bedankt bent, dan weer te tot de volgende editie van de Altena Biesbos ronde. Ja, dat zijn mooie kussen.